Die heren zijn Urbina en zijn maat. En die voeren in 1929 met een gekaapt schip naar Curaçao. En zij gijzelden daar de gouverneur van het Fort Amsterdam. En dat was de reden waarom in 1929 het Korps Mariniers in allerijl vanuit Rotterdam met een detachement naar Curaçao werd verscheept. Het is heel gevarieerd. De ene dag zit je in de zon en de andere dag zit je op de zee met de bootjes. En de andere dag doe je de waterhindernisbaan om een beetje kracht en fysieke gesteldheid op te kweken. Dit is het hoekje waar niemand kwam. In het project heet ook het stukje van daar waar al die anderen kwamen. Het dorp van Lichte Zee, de Campo Alegre, Curaçao. De hoerenkeet. De hoerenkeet van Curaçao. En wat is dat voor boek? Dit is het profilaxeboek. In de gangbare naam heet het schoftenboek bij Defensie. En hier staat het in, de algemene baksorder. Wering van geslachtsziekten. En het is iedere militair verplicht, als die in een contact was geweest met een dame van Lichte Zee, zich te doen ontsmetten. En ik denk dat deze tentoonstelling de komende maanden een trefpunt gaat worden voor die mariniers die hun tijd hebben gediend op Curaçao en Aruba.